Voordat de video begint, wil ik toch eerst iets vertellen. Voor elke 100 duimpjes die op deze video komt, doneer ik een boom aan #teamtrees.org. Er zijn een aantal Amerikaanse YouTubers door MrBeast gaan doneren om 20 miljoen bomen te planten voor 31 december 2019. Wij willen daar als Hart van Paarden een steentje aan bijdragen en vandaar deze video. Dus als je niet kan doneren omdat je te jong bent of dat het niet mag of dat je er geen geld voor hebt, kan je toch je steentje bijdragen door een duimpje op deze video achter te laten. En dan gaat er in ieder geval een stukje boom naar het goede doel door jou. Veel plezier. Vandaag gaan we een paard van bomen maken. Ik hoor je al denken, hoe kan dat nou? Nou, we spelen vandaag Minecraft, dus dan kan dat. Ik ben geïnspireerd door het goede doel die in Amerika momenteel afspeelt door MrBeast voor het planten van bomen. Daarom gaan Tess en ik vandaag een natuurmanege maken. Pam 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 pam. Pam pam pam. Pam. Naast elkaar. Zo. Even naast elkaar. Nee, naast elkaar. Oké, dat is zoals hier op mijn scherm staat, Tess. En dan sla je even, zeg je zo, hallo, hallo. Hallo, hoi. Hallo. Oh, hallo. Hoi, hoi. Oh, even klikken. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi. Dit is het gebied waar we in gaan werken. Wat we als eerste nodig hebben zijn de juiste tools om mee te werken. En dan kunnen we beginnen met graven. Daarna zet ik een beacon neer. Deze beacon zorgt ervoor dat we sneller kunnen minen en graven. Na het plaatsen van de beacon ga ik Tess helpen met het verwijderen van de aarde en stenen. Dit ruimen we uiteindelijk wel op hoor. En na een tijdje hard zwoegen staat onze basis eindelijk. Op naar de volgende stap. Terwijl ik bezig was met mijn houten paard, was Tessa bezig met het voedsel voor de paarden. Toen stond het eerste deel van een paard er al. Daarna heb ik diepgang gecreëerd bij het paard. Daarna zijn we de stallen gaan maken. Wat zei je? Dat is hier ook een dingetje. Nee hoor. Kijk. En dan pak je zo een ei. En dan zet je er één paard in. Je maakt... Kijk. We gaan het hier helemaal vol plaatsen met allemaal die paarden zo, weet je wel. Oh, zo. In de eerbetoon van de bomen en het paard. En toen was het paardenstandbeeld af. Toen eenmaal het paardenstandbeeld af was, zijn we de paardenstallen gaan maken. Oké, nu staat het paard tussen bomen. Zie je dat zo? Konijntjes. Allemaal varrels. En vosjes. Een paard. Donkey. Nog een wit paard. Nog een paar paarden hier los. Een paar katten. En kippen. Kijk. Het zijn allemaal diertjes. Vogeltjes. Kijk hoe leuk. Hekjes omheen zetten. Oh, de wolven en de vossen zijn vijanden van elkaar. Oh, de vossen die eten de konijnen op. Oh no! Ja, dat is de natuur. Maar de vogeltjes zijn wel heel leuk. Weet je wat ik ook nog ga doen? Ja. In jouw meertjes ga ik ook vissen plaatsen. Dat was ik al op plan. Kijk, allemaal vissen zitten erin. Oh, de poesen die maken de vissen dood. Echt? Ja! Nou ja,
dat hoort erbij. Nou, dit was het dan. Ons eerbetoon aan de bomen. Vergeet niet een duimpje achter te laten als je ook een klein beetje wilt doneren. En ik zou onderaan in de beschrijving zou ook een link staan. Mocht je wel geld hebben om te doneren, kan dat. Vond je dit nou een leuke video en wil je dit vaker zien? Laat dan ook een duimpje achter. Dan doneer je niet alleen, maar laat je ook weten dat je het leuk vindt.